De bekende nerd deze week is kunstenaar Dadara. Dadara, jij bent mijn nerd deze week. Maar wat is de nerd in jou? Nou, er is een bril en er is zeg maar mijn hele eigen wereld hier, denk ik. Want volgens mij is dat ook een beetje nerd zijn. Dat je in je eigen planeet zit. En in mijn eigen planeet zit het ook al mijn hele leven. En wij zijn hier in jouw planeet, hè, je atelier. Ja. Jij zit nu duidelijk in je tech-periode, denk ik. Vertel eens, wat heb jij nog meer voor periodes moeten doorstaan? Nou, op het moment ben ik dus inderdaad heel erg geobsedeerd door VR. Een paar jaar geleden was ik meer met social media bezig, met de impact van likes. Bijvoorbeeld technologie. Het is niet, de ontwikkelingen zijn niet alleen maar heel mooi en wauw, VR. Maar jij denkt ook na over wat het met je doet. Ja. Ja, VR is een thema in jouw werk, in jouw kunstwerken. En nu ga jij eigenlijk als eerste kunstenaar VR naar Burning Man, het festival in de Black Rock Desert, brengen. We zitten met een kleine crew in die doos. In deze doos. En in die cilinder, dus rondom, maken we eigenlijk een soort weergave van Burning Man. Stel als hier de man staat, dan staat precies op die plek, schilderen wij de man. De man is de Burning Man, het houtwerk wat aan het eind in de fik gaat, altijd bij Burning Man. Maar wij zitten natuurlijk in die doos, wij zien niks. Dus de enige manier waarop we erachter komen hoe het eruit ziet buiten, is door wat mensen ons vertellen die binnenkomen. Hé, en wat is de rol van de VR dan? Nou, als mensen binnenkomen, komen ze eigenlijk met een VR-bril op binnen. Opzetten, ja. En als ze dan om zich heen kijken, dan zien ze, omdat ze in die cilinder zitten, dat wat wij geschilderd hebben. Maar dan doen ze die bril af en dan zien ze precies hetzelfde in het echt als in VR. En eigenlijk is het een soort, willen we ze allemaal laag creëren. En net als in een soort inception, dat je gewoon niet meer weet in welke laag van de realiteit je bent. En als je naar buiten gaat, krijg je dan ook weer van ons een entreekaartje voor de realiteit. Ja, het is interessant om te zien dat jij als nerd, want dat ben je, zo anders weer bezig bent met technologie en de ontwikkelingen. Ja, ik weet niet, misschien ben ik behalve mijn bril inderdaad wel nerd. Omdat ik ben altijd met technologie bezig. Alleen dan net weer heb ik een horloge zonder wijzers, kapotte telefoons of ga ik een religie oprichten die de likes aanbidt? Ga ik in een doos zitten om out of the box te denken? Ja, die gaan nog wel heftig zijn. Dat wordt heftig.